Düsseldorf. We zitten te wachten tot we mogen instappen in de trein. Die mooie motoren erop vastbinden. En dan gaan we door naar München. En daarvoor gaat het feest beginnen. Maandag 6 augustus, om 9:30. We zijn vanochtend alle Jezus vroeg uit die trein getrapt. Motor erbij gepakt. We staan nu alweer in Oostenrijk. We zijn even op te warmen. Met een zout croissantje en een heerlijke Fanta. En gaan we zo meteen. Niels, ben je aan het doen? Ik ben herrie aan het maken. Ik hoor helemaal niks. Nee, dat komt zo. Een beetje frot. Ja, helemaal frot. Hoe komt dat? Zwaar. Ik heb rust nodig. Vertel eens wat er door je heen gaat. Pijn in mijn borst. Wat heb je? Ik was even 2 keer gestoken. Een wesp of zo. Dit vind ik pijn. Tijdens het rijden. Tijdens het rijden. Hier. Oh, nee, wacht, het is overbelicht. Ik zie het niet. Hier. Oh, ja. Het steekt nog steeds als een milde uit. Moet je huilen. Dat heeft heel vaak pijn. Ga ik er even filmen voor Guy? Ja. Alleen dat zonder dikke hoedjes en zonder 2 kinderen. Ja. Dat is eigenlijk beter. Ja, Guy, voor jou hè. Jouw hoofd. Goed dan. Ja. Kipcaravanetje. Dat is het restaurant.
Wat zijn we aan het doen, Spek? Mooie droge rivier aan het beklimmen. Hoeveel zijn we dan? Geen idee. Ik denk dat we net 300 meter over waren. Nee, 300. Oprecht man, we hebben veel meer. Nog meer? Zo iets moet je in je tuin hebben, man. Nou, welkom bij de Rainmeer Bushcraft. We zijn op zoek naar de oorsprong van deze rivier. Sommigen zeggen die is uitgedroogd. Wij geloven bij zelf niet in. Wat denk je in een mythe? We zijn inmiddels al 800 meter de berg op. En hier is het stromend water. En moeten we alleen die berg op, en het liefst met droge voeten. Dus het lijkt dat het einde is van onze reis. En wat? Zo, jonge fan. Nou, we hebben onze gigantische klimmer even gestaakt, want het werd een beetje donker, zoals je kan zien in ons heen. En aangezien we niet een kaart hebben, of een plampie, hebben we maar besloten om onze missie te staken. Een uur of vier vertrokken uit Hydro, want het zou slecht blijven voor de komende twee dagen. Bij het eerste zonnestraaltje hebben we onze spullen gepakt, tent achterop gegooid en zijn vertrokken richting Como. En toen we hier aankwamen was het zulk noodweer dat we uit pure noodzaak een hotel hebben gezocht. En daar zitten we in een drie sterren mini hotel met parkeergarage en drie bedden. Twee tentjes bij ons hebben, moeten we wel hier gaan zitten.
hebben er 150 kilometer op zitten nu van onze reis. We moeten nog een kleine 800, nog wat kilometer. Oh, we zijn er bijna. Ja. We zijn er zo. Doet hij ongeveer 5 uur op een dag tegen vreemden. Die man denkt ook lekker belangrijk. Van een mekkie zoeken. Van een mekkie zoeken. Het is eigenlijk een beetje toeter, maar een beetje toeter. Maar deze niet. We zijn ongeveer hier. Net wat ik erin. Ja, daar gaan we. Van een mekkie zoeken. Laat. Nou, we staan hier nog 80 kilometer van de grens van Nederland. En dan hebben we dus in één dag gereden. Ja. Dat zijn maar liefst 1050 kilometer. We zijn vanmorgen een uurtje of 9 vertrokken. 8:30. 9 uur. En het is nu, nu ook 9 uur denk ik. Nog. Ja, ik denk het wel. Misschien een half uurtje later. Dus ja. We hebben de ramp gedaan. Nog 80 kilometer voor Arnhem. En dan moeten we ons weer netjes gaan houden aan de 120 grens. We zijn heel blij dat Duitsland bestaat uit grotendeels Duitse autobahn. Wow, daar hebben we mooi tijd. Want de snelheid ligt hoog. Even. Vrij hoog. Nee. Dus ja. We hebben net 200 kilometer gedaan zonder te stoppen. En Niels, vertel eens hoe het daarachter voelde. Ja, het doet heel erg pijn aan de bips. Aan de bips? Ja, dat is het nadeel van zo'n snelle motor. We hebben zo'n dun zadeltje. Dat zadeltje ongeveer zo ding is. Ja. En ja, tot zover de vakantievideo van 2007. James Bond.